Ze zijn overdonderd en totaal verrast. De bewoners van de Boeierstraat in de Rijp geloofden hun ogen niet toen ze opeens een groot bouwbord in hun straat zagen staan. Kijk, dat er een keer gebouwd zou gaan worden, dat was wel te voorzien en daar zijn we ook niet op tegen. Alleen, waarom weten we dat niet? Nou, toen bleek dat er in maart dus al een publicatie was geweest door de gemeente en dat de zienswijze termijn inmiddels was verlopen. Dus kwam er op zijn zachtst gezegd een beetje op neer van, nou ja, jammer. 15 woningen komen op de plek waar ooit een basisschool stond. Omdat de direct omwonenden van niks wisten, hebben ze geen bezwaar gemaakt. Terwijl ze genoeg op en aan te merken hebben. Onvoldoende parkeerplaatsen, openbaar groen dat verdwijnt. En verder is gewoon de bebouwing vrij kolossaal. Plus dat er veel meer verkocht is dan alleen maar de kavel van de school. Het verdwijnen van die groenstrook hier en de toegang tot het water. En vooral voor de kleine kinderen die enorm veel speelterrein hadden. Ja, er blijft niets van over. En dat vind ik gewoon kwalijk. We voelen ons echt wel in de kou gezet. Je gelooft het echt niet dat dit nog bestaat. Het is een democratie, tenslotte. Dus ja. Je zou toch verwachten dat er in ieder geval dat je gekend wordt als buurt. De gemeente had het project dus wel bekendgemaakt, alleen digitaal. Maar dat had ook in het huis-aan-huisblaadje gemoeten, stellen de Rijpers. Vanavond gaan ze daarom inspreken bij de raad, want de gang van zaken klopt niet. Want op het moment dat er dus op de goede manier gepubliceerd was, hadden we het geweten, hadden we zienswijzers in kunnen dienen. Ja, en de algemene wet bestuursrecht en gemeentewet zijn er duidelijk over. Maar we hopen eigenlijk dat de gemeenteraad zijn verantwoording neemt.